Oké, okay, sinds de laatste aflevering en deze aflevering is er een klein dingetje gebeurd. Eén, ik heb het ding kapot gemaakt en ik heb er opnieuw even wat vlees opgelegd in plaats van steen. Maar zelfs vlees, dat wordt niet warm. Maar ik kan het vlees wel daaronder in erin drukken en dan werkt het wel. Dus ik weet niet of ik het fout doe. omdat die plugin een beetje raar is. Maar een nog veel leuker ding is dat ik op zoek was naar meer squids en ik heb er twee gekild. En ik wou onderweg naar chickens. En ik liep hier deze kant uit. En wat zag ik hier? Nou, dat gaan jullie dus eigenlijk ook zien. Was het deze kant? Ik begin een beetje te twijfelen. Ja, was deze kant uit? Want ik zag hem al. We hebben hier gewoon een village. We hebben hier gewoon een super. Abandoned village? Oh. Oh! Ik hoor villagers. Nee. Dan zijn hier gewoon villagers. Oké, okay, dus het lijkt op een abandoned village met villagers. Interesting. Ha. Huh. Oké. Okay. Ho, oh, ik zie een kip. Ho, oh, that's nice. We gaan onze speer gebruiken. Gewoon puur wat kan. Dus, gaan mikken. En ja. Oeh, one shot, one kill. Nou, wat kunnen we weggooien? Of eigenlijk beter gezegd, want wij kunnen straks... Hé, hey, deze ook sleds, Zijn ook bekend. Ha, huh, nice. Ziet, kan wel weg. Want wij hebben namelijk onze feathers nodig. Dus, onze chicken 2. Die. Nice. Nou, kunnen we die kip op zich ook wel gebruiken? Want die, dat item kennen we toch niet. Dus dat maakt me nu niet zoveel uit. Nou, hebben we hier nog meer kip? Oh, het zou nice zijn als hier wat squids in zitten: squids. Squids, zijn die enige squids? Oh, dat zijn er zeker. Oeh, kan ik vis vangen? <laughs> Oké, okay, dat ging niet heel erg soepel. Dat ging helemaal niet soepel. Maar, oh, ik ga zaak dood. Jesus. Oké, okay, let's do this. Hoi. Uh, misschien moet ik het gewoon met zwaardje doen. Zo. Oké, okay. hoeveel hebben we er? We hebben 9 Inksex en we hebben 4 Feathers. Volgens mij is dat genoeg voor ons boek. Volgens mij was dat precies genoeg. Want volgens mij hebben we 4 Feathers nodig en 8 Inksex. Oeh. Oh, dat zou gaaf zijn. Dan kunnen we gewoon weer een achievement afmaken. En dan hoef ik niet meer in het hutje te blijven. Dan kunnen we ons gaan verhuizen naar deze village. Als dat überhaupt logisch is om te doen. Uh, ik denk het wel. En dan kunnen we namelijk da daar gewoon weg. Want. Ik heb daar voor de rest niks, dus waarom moet ik daar blijven? We hebben ook schapen, die ik trouwens ook kan vermoorden. Want als we straks even een paar bones kunnen krijgen en... Die kan ook, uh, ik bones, ik bedoel eigenlijk wol. Maar het ziet er naar uit dat ik daarvoor echt gewoon shears nodig heb. Want dit ding dropte geen wol. En normaal gesproken volgens mijn schapen altijd wel een stukje wol. Maar dit keer had hij er dus nul. En dat is niet zo cool. We gaan even terug naar onze initiële gebouw die we hadden gevonden. Die zit hier zo ergens in de normale biome. En dan gaan we kijken wat we moeten craften. En we gingen vandaag sowieso onze Tomahawk craften. Want dat klinkt gewoon cool. En die wil ik gewoon hebben. Dus ons huisje zit hier zo. We hebben onze villager. Ah, wat is. Nee! <laughs> Oké, okay, we hebben nog één meer verder nodig. Nou, dan blijven we toch nog heel even hier. Want ik heb wel even lopen kijken in onze achievements. En we hebben dus deze nog nodig, de Tomahawk. En die Tomahawk gaan we nu even kijken hoe we die moeten maken. Tom. Uh, nee, want voordat we dat gaan doen, wou ik hier kijken. Want ik zat hier doorheen te kijken en ik zag dat de ik deze. A place to put my stuff. Crest some wood together to make a chest. Ik dacht van, wacht, kunnen we wel een chest maken? En ik ging kijken en ja, we hebben een chest. Het is alleen. Hout met in het midden een rock. En ik denk dat die rock er is dat het wat steviger wordt. Maar dat betekent dus dat wij nu onze wood kunnen gaan gebruiken. Hout, hout, hout. Hout, hout. Hout, hout en hout. Dan pakken wij een rock. En. Daar gaan we op slaan. Nee, ik was even vergeten we dat ook moeten doen. Bap, 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 bap. We hebben een chest. Dan moeten we even onze flaked flint weggooien. Dan kunnen we onze chest hier neerzetten. En. Oh, deze chest kan weinig in. <laughs> oh god, hij is wel cool Wauw Daar kunnen hier maar 9 items in Guys What the heck Oké, okay, maar laten we dan maar even 9 items erin leggen Die we nu wel eentje Of een aantal van hebben, die we nu nog momenteel niet nodig hebben Want dan hebben we in ieder geval Ik bedoel 6 items, ik zei 9 volgens mij uh. Wauw dat zijn heel weinig items die we kunnen storen in één chest. Dus wat het oplost is nog een chest bouwen. Maar holy mokers. Zes items in de chest. Dat is niks. Dat is echt niks. Dat is echt veel te weinig. Mokers. Oké, okay, hier leggen we die in. Die en onze fire stick. Uh. Oh shit. Oh god. <laughs> um, dat was niet helemaal mijn bedoeling Dus laten we ons dak snel weer even dichtmaken Ik wou de fire sticks inleggen En niet het gebouw in de fik steken Jongens, sorry we ik kunnen weten, maar oké okay. Die gaat daar, die gaat daar, die gaat daar En dan gaan we onze sharp bone Ook nog even hier En dan kunnen wij beginnen met onze volgende quest En dat is dus onze tomahawk Dus hoe maken wij een tomahawk? Twee fl oh Flaked flint point. En een flaked flint. Hoe maken we een flaked flint point? Flaked flint point. Oké, okay, dat is dus gewoon weer in de wereld gewoon een paar keer tikken. En dan krijgen we twee points. Maar dat betekent wel dat wij onze grassfiber ding nodig hebben. De chest geven we dicht. En dan hebben we ook nog nodig wat flint. En dat hebben we nou net. Weer niet. Hebben we hier toevallig ergens gravel? Ja, dat hebben we. Dat is ideaal. Dan kunnen we naar die kanten springen. Onder water door. Hier hebben we onze gravel. Echter, heb ik daar al een speet? Heb ik überhaupt al een speet gemaakt? Ja, is, dat, is dit een speet? Ik weet niet of dit een speet moet voorstellen, maar. Volgens mij gaat het net zo snel. Dus doe ik het gewoon beter zonder speet. Want anders is het gewoon zonde. Straks is het geen speet. En dan ben ik nu gewoon allemaal resources aan het verbrassen. Laten we eventjes genoeg meenemen. Tot wel weer nacht. Dat is een beetje jammer. Gelukkig hebben we in ons huisje hebben wij nu een campfire. Die kunnen wij straks weer aansteken. Gaan we snel naar ons huisje toe rennen. Want ik heb wel wilde beren gezien. En ik hou niet zo van beertjes. Dus snel naar onze woning. Veilig in ons huis. Deur op slot, ook al hebben we nog geen deur. Laten we eens even kijken of we een deur kunnen maken trouwens. Want waarom zouden we geen deur kunnen maken op het moment dat we hout hebben? Let's check it out. Uh, Oké, okay. we kunnen nog geen deur maken. Want hij is gewoon unknown. Hmm. Dat vind ik ook vind ik hoor. Hmm. Dus. Deurtje dicht. En hier binnenin hebben we het lekker licht. Ook al, weet ik nou niet precies waar het licht vandaan komt. Want volgens mij staat dit ding uit. Ja. Of het was gewoon een light glitch of zo? Ondertussen even wat voedsel eten. Want dat, dat kunnen we wel even gebruiken. Dan kunnen we ook even onze nutrition stats bekijken. Oh god. Ik weet niet of het erg is of die dingen... Oh nee. Oké, okay, nou gaat hij wel uit. Maar dat heeft dus wel zin om hier veel hout in te stoppen. Zo, 15 stuks hebben we in ieder geval eventjes licht. Want dan kunnen wij onze um, grass viper dingy... Mijn dingen wingy... gebruiken om onze 14 Gravel eventjes doorheen te halen. Zo. Nou kunnen we deze tegen de harde service heen aan smeken. Dus pok, pok, pok. En dan hebben we volgens mij een 45% kans om het te doen. Dus laten we dit maar gewoon even doen met al onze flint. Want ja. Wacht, kan ik niet gewoon spammen? Nee. Oké, okay, we moeten dus wel eventjes wachten tot mijn full power van de player terug is. En dan gaan we zo'n flake flint weer smeken. En dan krijgen wij Flint Point. En die hebben we dus nodig voor onze Tomahawk. Voor de rest hadden we volgens mij nodig een Plant Twine. Nou, die Plant Twines die hebben we ook nog wel. Dus laten we hem gaan maken. Twee uh, nee, een Flake Flint en een Flake Flint Point. Flake Flint Point gaat hier. Flake Flint gaat hier. De Twine die gaat rechtsbovenin. En dan hebben wij een stick. En dat genereert voor ons. Een stone, die zit gewoon daar zo. Een tomahawk. Kunnen we dat ook gebruiken als axe? Oeh. I like tomahawks. Deze kunnen we dus gooien. Als het goed is. Dat is wat een tomahawk zou moeten doen. Dus. Oh. Oké, okay, we gooien hem instant. Ik wou hem eerst gaan opladen, maar het is gewoon. pop. En go. Kunnen we hem kunnen ook gebruiken als axe dan? Want. Wat een karate-zombie. Oké, okay, ik miste. Wat is een karate-zombie? Waar is mijn Tomahawk? Oh ja! Oh, wacht! Onze filletje kan ook dood. Oké, okay, Tomahawk oppakken. Oh ja! Oh, pak die Tomahawk! Oké, okay, ik ga hem gewoon vermoorden. Oh. Wat zijn die rode dingen? Is dat. Heb ik, heb ik die dingen nodig? Kom hier. Ik weet niet wat ik ermee wil doen. Wat zei dat? Uh. Oké. Okay. Denk ik. Laten we maar snel naar binnen toe gaan. En als niet te druk maken op die rode balletjes. Dus wij hebben die achievement weer gedaan. Dus dat betekent dat we eigenlijk deze straat klaar hebben, die straat klaar hebben. Deze gaan nu bijna klaar hebben. Ook al moeten we deze ook nog doen. Dus we moeten nog Farmland zien te krijgen. Nou, dat konden we dus doen door boomiel en dirt. Maar dat ging te ver. Dus die moeten we straks ook treden. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we nog één extra verder nodig. En. Oh, ik nog even... Ik hoor vuur. Dit gaat niet goed. Dus laten we. Waarom zijn er nog steeds rode. Ik weet niet of dat goed is of wat het slecht is. Want meestal zijn. rode balletjes niet goed, en groene balletjes goed. Dus ik hoop dat het geen negatief effect heeft op mijn players personage En dat ik straks helemaal ga trippen. Oh! Waarom loopt die zombie zo. Oh, die zombies die lopen cool! Oh, dat is nice! Hé, <laughs> hey, maar deze drop niet zonder die rare dingetjes. Zo lopen die als echte zombies. Echt wiggelend. Gewoon lalala. Oh, oh, that spider looks creepy. Oh god, we gaan gewoon snel door naar de village en dan hopen. Want eigenlijk is het niet verstandig om 's nachts een village binnen te komen. Maar ik ben er nu toch al. Waar zijn alle villagers? Oh nee, ik hoor er eentje. Hallo? Hallo? Oké, okay, verkoop jij? Nee. 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 Useless. Maar ik ga jou wel veilig stellen tegenover The Undead. Dus we blokkeren jou eventjes in. Oké, okay, hier staat ook nog een villager. Deze heeft denk ik wel een deathwish of zo. Farmland. Ja, ach, boomiel. Kom op. Ik kan één farmland krijgen van één boomiel en dirt. Uh, bad deal Oké, okay, zit hij hier nog ergens? Oh, hier zitten er nog meer video's. Oeh. Hier hebben we ook weer zo'n empty unique atlas Voor dezelfde resources Oh, die, die andere was eentje gekopen in de inksex dus bad deal, bad deal En wat ben jij? Ook al niks goeds Jij dan? Wat is dit dan? Ik heb geen idee, niet te veel over nadenken ik zag er hier nog eentje. Weer zo'n ding. Maar dan 7 en 12. Oh, het wordt echt niet beter op. Maar. Volgens mij heb ik nu wel de villages hier gehad. En. Dat is niet echt chill. Want. Dat betekent. Dat we waarschijnlijk nog een stukje verderop moeten gaan zoeken. Naar een andere village. Of iets. Om mee te gaan traden straks. Want. Als ik hier geen dirt farmland kan krijgen. Ja, ik kan wel farmland krijgen, maar. Dat is 12 en... Maar ik kan ook een farmland krijgen door één boomul met één deur te doen. Maar het probleem is juist. Het boomiel. En waarom ben je aan het wegrennen? Kom op. Oh, hé. Hey. Hallo Kip. Goed dat je even zegt wat je er bent. Oh, sorry. Nee, kom. Kip. Kip. Super! Cool, nu hebben we wel genoeg om ons boekje te krijgen. Dus, we gaan nu in de nacht teruglopen naar ons huis. Waarschijnlijk een supergoed idee. Ik heb nog niet heel veel hele gekke mobs gezien. Behalve een karate zombie. Oh, wat was het? Ja, een karate zombie. Die rode orbs dropte toen ik hem kilde. Dat is een beetje vreemd. Maar verder dan dat, heb ik een berg gezien. En dan houdt het wel op. Maar ik denk dat het zo is, omdat we nog niet alles hebben unlocked. En dat het straks steeds moeilijker, moeilijker en moeilijker gaat worden. Maar voor nu leveren we onze verders in, leveren we onze insecten in, en wij hebben een empty, unique okay. atlas. Wat is het? Eh, uh. uh. oh, je kan ik waypoints instoren. Oh, oké, okay. oké. Okay. Add marker. Oh. Um, type. Ja. Huis. TMP home. Oh, nice. I like it. Oké, okay, dus... Ik wil alleen niet dat hij altijd daar bovenin staat. Hmm. Hoe zorgt? Ik... Oké, okay, dus als ik hem in mijn inventory slot hier heb... Dan is hij erboven zichtbaar. Maar als ik hem hier zo bovenin inzet. Dan is hij niet zichtbaar. Oh super cool. Super cool. Want het is op zich wel handig om hem te hebben. Alleen voor het gezichtsbeeld. Ook voor jullie is het een beetje wat minder. Maar het is wel super duper cool. Want we kunnen hem dus ook verder uitzoomen. En oké okay, dan zoemt hij niet uit. Maar we kunnen hem nu bijvoorbeeld wel open laten staan. Want we hebben dus nu die alweer gekleerd. Dus we hebben die straat bijna af. Maar we hebben dus nog een farmland nodig. Nou, wil ik eigenlijk gaan exploren? En dat is denk ik wel handig met dat ding. Maar we kunnen ook eerst even kijken wat hier nog allemaal voor de rest in staat. Want misschien zit hier wel iets van explore items in. Maar. Oké, okay, laten we dat eens eventjes checken. Cook it up! Dat klinkt niet als explore. Dude, where's my biome? You need to seek out Darkland biomes to continue your journey. Use the Nature's Compass to locate the nearest biome. Nature's Compass? Oeh. Vier saplings. Een flake bone. Die hebben we nog niet. Maar die kunnen we wel maken, waarschijnlijk. Want we hebben wel drie bones. Dus die kan ik waarschijnlijk gewoon. Kop. Rechtermuis, of linkermuis, kop tegen een steen aanslaan. Dan krijgen we dus een sharp bone. Met die sharp bone. Gaat het werken? Eh. Uh, Woon. Uh, Oké, okay, die moeten een millstone. Uh. Wat is een millstone? Oh, die kan ik al maken. Oh, ah, daar heb ik stone voor nodig. Uh. Wacht. Maar je hebt ook de grindstone. Maar daarvoor heb ik ook stone nodig. Hoe kom ik aan stone? Ik wil stone. Maar kijk, hij zegt hier dus dat ik stone in een stone grill kan zetten en dat het dan werkt. Maar... Ik, volgens mij weet ik niet helemaal hoe dit werkt of dit wordt niet gezien als een fireblock. Huh. Wait. Hmm. Hebben we iets... Ja, ik kan op zoek naar lava, maar... Want we hebben dus de firepit? Maar die... Toch is dus niet voor hitte eronder. Dus dat is een beetje zonde. We hebben een torch. En we kunnen ook van die fire maken om een blok in een fik te steken. Maar dat is dus ook maar voor eventjes. Dus we hebben dan of iets nodig van lava waarschijnlijk. Want dat is wel een warm blok. Of. Nee, ik denk dat dat het gewoon is. Wij moeten naar beneden graven. Wij moeten op zoek. Naar lava. En dan kunnen we de ding gaan koken. Dus, wat we gaan doen. We gaan onze kevel in. We hebben nog steeds geen torches. Kan ik dat al maken? Kan ik. Nee, ik heb nog geen furnace. Of de... Ik heb de furnace nog niet werkend. Dus dat is een beetje. Wat is dit? Marble. Nice. We gaan die gewoon domweg naar beneden graven. En hiermee ga ik jullie niet vervelen. Dus. Ik kom straks weer terug. En ik zie wat licht. Dus ik hoop... Oh, daar heb ik die ene leuke borders weer aan. Omdat die toets op F9 staat. Ik hoop... Wat de hel is dat voor steen? Ik hoop dat de lava is. Yes! What De hell? Oké, okay, maar dit wordt nog wel een journey trouwens. Maar het is het waard. Wij gaan proberen... Om boven de lava... Onze gil te zetten... In de hoop dat alles goed gaat. Letterlijk in de hoop. Ik weet niet wat voor monsters hier kunnen zitten. Ik weet niet of het goed is wat ik nou doe. Ik weet niet zo het gaat werken wat ik ga doen. Laten we dat eens even zeggen. Maar. Oh, oké, okay, we hebben. Wat zie ik daar? Is dat? Wat is dat? Is dat een lava monster? Oh. This is getting interesting. En waar is die zombie? Daar zo. Oké, okay, mooi. Geblokkeerd. Um, ik wil niet te dicht bij die monsters in de buurt komen in ieder geval. Dus ik denk wat de beste keuze zou zijn. Is nog een klein stukje verder naar beneden graven. Langs deze ravine. Wel ergens waar we de rand kunnen zien. Yes, yes, yes. Zorg dat die zombie niet naar beneden komt vallen nu, want dat zou heel erg vervelend zijn. Laatste paar blokjes. En dan kunnen wij misschien onze eerste stoneblocks maken. Als dit dus werkt. En ik ben bang voor die zombie, want als die zombie nou naar beneden komt vallen. Dan kan het zijn dat ik zak in de kom. Oké, ehm. Ja, ik denk dat we dan hier zo boven het lava dit ding gaan plaatsen. En het zou het theoretisch moeten koken dan, toch? Um, denk ik. Dus we hebben stone. Met ons Stone Grill. Het lijkt ernaar alsof het iets zou moeten doen, maar. Ik weet het niet of... Oh, this is so dangerous. Oh? Ik heb voor de rest ook geen idee hoe dat ding werkt. Ik weet alleen dat ik enge beest zie. Ik ga het eventjes opzoeken. Hm. Oké. Okay. Um, ik las naar de post. En dat stond op de beast Reddit... En die zeiden van ja, dan moet je eventjes een, een kiln maken. En dus ik heb hem gemaakt. Want ik dacht van dat is gewoon een stap die hierin staat. Blijkbaar was het toch een achievement. En waarschijnlijk hebben we die nodig, Forever Fire. En hebben we dus low-grade charcoal blocks nodig. Want dan kunnen we dus een unlimited fire source onder de campfire zetten. En dan kunnen we dus beginnen met deze uh, craften. We hebben dus nu een kiln. En wat we met een kiln kunnen doen, als het goed is, is ook een uh, fire block of source, fire source. De onderzetten. We gaan eventjes naar een plekje waar niet alles in de fik vliegt straks. We zetten hem eventjes eentje hoger, denk ik. Ja. En. Hoe volgens mij. Eh. Ik... Uh. Volgens mij moeten we nou hier onderin. moeten we straks iets van vuur maken. Nou, daar kunnen we dus fire sticks voor maken. Dat zijn gewoon twee sticks naast elkaar. Dus we kunnen straks voldoende even dit. Wel nou, kunnen we zo geen sticks maken? Hoe krijgen we sticks? Oh, chopping block, seriously hmm. pretty cool, pretty cool Maar uh, we moeten dus dat ding zien te vullen En als we, kijken nou, als we naar hier zo gaan kijken Low grade charcoal blocks are a great source of charcoal Dus we hebben iets van een low grade charcoal Low grade charcoal Dus dat is eigenlijk gewoon een log Die je hierin doet Dus wij willen nu een log In dit ding doen en uiteraard hebben wij geen log meer. Dus wij gaan eventjes een log... ...verkrijgen door deze bomen om te hakken. Vervolgens stoppen wij onze log... hierin. Boom. Welkom uh, waarom komt al? Oké. Okay. En nu hebben wij fire sticks nodig. En daarvoor hebben wij dus nodig... ...a lot. En a lot of sticks. Dus we gaan eventjes die doen. En dan hop, 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 hop. En dit gaan we eventjes een paar keer doen. Ook voor de normale planken, want dan krijgen we dus blijkbaar de sticks. Dus één en dan pop en pop. Dat is best wel cool. Uh, ik heb geen idee hoeveel we er nodig gaan hebben. Dit kost als wel durability, maar op zich je krijgt er wel meer sticks van, want soms krijg je blijkbaar drie sticks uit één hout. Dus dat is best wel nice. We gaan, nou, weet je, laten we dit maar gewoon opmaken. want een stack sticks is niet heel veel. En dat gaan we zeker in, op de tijd wel nodig hebben. Dus we hebben er nu 48. Nou, nu kunnen we dus wel telkens gewoon die sticks naast elkaar zetten. En dan krijgen we dus die firemaking. Oh, jeez, neem we telkens één. Oké, okay, ja, daar heb ik even niet aan gedacht. Is telkens één inventory slot. Maar als het goed is, en we doen nou dus op. Muiskoop... Oh ja, dan moet er eerst wel eentje in de offhand zitten. Dus eentje in de offhand, eentje hier. En we hebben fire. Nou, het duurt dus niet heel lang, want het zit nu gewoon op een cobblestone. Maar we kunnen nu ondertussen wel weer eventjes hier zo inzetten. We kunnen even wachten tot dit ding uit is. Oh, blijft erin. Want hij moet dus om worden gesmolten naar een charcoal blok. En daarna hebben wij victory. En dan kunnen wij, hebben wij eigenlijk een infinite source. Oké, okay, die hebben we ook gedaan. Nou kunnen we ondertussen weer eventjes een nieuwe craften. Die zetten we meteen in onze slot. En dit gaan we eigenlijk net zo lang doen totdat wij victory hebben en totdat het ding is opgeburnt. Oh, dat ging heel snel op. En ben ik nou twee sticks kwijt? Oh Lord. Oké. Okay. Oh. Uh. Ah. Low grade charcoal. En dit is meteen a Forever Fire. Dus wat ik nu waarschijnlijk kan doen is deze campfire hier weg. Oh, wacht maar, dit dak, dat vlog eerst al in de fik. En we gaan het gewoon proberen. Dus deze campfire kan weg. Dan gaan we hier vervolgens onze low-grade charcoal onderzetten. En dan gaan we deze even aansteken. En nu hebben we een fire source. En hopelijk kunnen we nou hier steen erin leggen. En dan gaat dit worden geconverteerd naar. Of ik bedoel, cobblestone naar stone. Hopelijk. En dan gaan we dit alvast even weghalen. Zo, so, gewoon even voor de veiligheid. Want we willen niet dat ons... We... Oeh, oké. Okay. Het stond hier al in de fik. Nu zou dat beter moeten gaan. En we hebben een stone. Nice guys, we did it. Oké, okay. dus dat betekent dat we in de volgende aflevering kunnen gaan werken richting onze grinded, onze grindstone. Maar dan wil ik eerst dit ding hebben, onze nature's compass. Dus hoe maken we dat ding ook alweer? De nature... Compass. Volgens mij hadden we daarvoor ook de grindstone nodig. Want daarvoor hadden we een flake bone nodig. En een flake bone kunnen we krijgen in een millstone of in een grindstone. Dus wij gaan een grindstone maken. En dat gaan we nu direct in deze aflevering nog doen. Dus grindstone is zes stone en een stick. Dus hup, 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 hup. Dan hebben we zaak zes stone. Ik heb niet hoe lang dit trouwens duurt. En dit. De... Oh. Bulks. Oh bulks. Dit, dit was niet mijn bedoeling. Save the world! We can do it! No, we can't. Um, zolang ons huis voor de rest niet in de fik vliegen, vind ik het best. Want we blijven hier toch niet. En hopelijk gaat het vuur niet al te hard alle kanten uit. Oh, misschien als we hem nu trouwens uitslaan. Oké, okay, die is uit. Uit, 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 uit. I don't like fire. I don't like fire. Ja, uit. Auw. Oké, okay, dit gaat vanzelf wel uit. Ah, oh, cool. En we hebben al onze stone. Dus zes stone en een stick. De zes stone. En een stick. En dan hebben we onze steen. Oh! En we hebben een grindstone. Let's grind it out. Oké, okay, die grindstone die zetten we eventjes hier zo erbij. Ik heb geen idee wat een grindstone doet. Maar dat kunnen we misschien even checken. Oh, dat zegt hij ook niet. Oh ja, uh, nee, dat weet ik trouwens wel. Want dus voor deze kompas, voor de Nature Compass. moeten we dus dat ene ding gaan grinden. En dat is onze Sharp Bone. Dus waarschijnlijk is dat. Hoe doe ik dit? Hoe. Hoe gebruik ik de Grindstone? Ik zet de rechte muiskap te doen met deze bone, maar hij grindt niks. Right click block with item in it to start grinding. Oh, oh right click the block wi with the item to grind. Sneak right click to remove the item. Maar ik right click het blok. Uh. Um. Uh, waarom kan die wel? Uh, wil ik dat wel doen? Nee, niet zoveel in ieder geval. Laten we eens even kijken wat we doet bij eentje dan gaan we even grind stonen. Come on! Hoe lang duurt het? Of, kan je, of gaat het gewoon niet goed met de cobblestone? Oh! Uh, nee, shift, right click. En hoe pak ik dat ding op? Nee, shift, right click. Oké. Okay. Nu hebben we een stone rod. Oké. Okay. Oh, waarschijnlijk had ik deze nodig. Huh. Maar dat is het wel een grote probleem. Uh, is er geen andere manier? Want we hebben dus echt een flaked bone nodig. En voor wat ik hier zo kan zien. Ja. Oh, wacht. Had ik niet gewoon een millstone moeten maken? Heb ik het weer verkeerd gedaan? Had ik gewoon een millstone moeten maken? Waarschijnlijk wel. Oh, daar zit een grindstone in. Holy nice. Holy nice. We kunnen gewoon even deze verwijderen. En ja, deze aflevering wordt al iets langer. Dan kunnen we deze grindstone hier alvast in het midden zetten. Dan gaan we nog even iets meer stone hier zo smelten. Laten we gewoon eventjes naar de... Oh, 16 is dus de max. Oké, okay, prima. Dan doen we de max. En trouwens, de chests kunnen meer items bevatten dan ik eerst zei ik dacht eerst dat het er maar 6 uh, uh, zes waren, maar blijkbaar hebben we nog een rijder achterin. Dat is best wel nice. Uh, dus we hebben we iets meer opslag, maar nog steeds is het niet heel veel. Sapling erbij in. We hebben straks meer saplings straks nodig, maar oh, dat zeg ik wel. Maar we hebben zes saplings, dus we hebben genoeg. Cool. Dit spul gaat hier ook even in. Wat heb ik ook nou niet nodig? Die insect, die gaat hier eventjes in. Wat is allemaal troep eigenlijk. En we hebben straks wel stone Slap ook nodig. We hebben alweer drie stenen, Dus kunnen we kunnen ondertussen even. Oh, dat is de grindstone. Oké. Okay. Alleen dan kunnen we dus nou de stone slap niet meer maken. Want daarvoor hebben we dit item nodig. Dus jij komt er eventjes uit. Die gaan erin. Dan gaan we dit ding eventjes smashen. Dan krijgen we onze stone tools. Die kan daar. Die kan. Oh. Die kan daar. En dan hebben we nog wat stone nodig. Om precies te zijn. Hoeveel stuks? 7. Oké, dat duurde heel lang om het. Te breken. Ik had even een kleine, kleine brain fart. Deze gaat langzaam wat een beetje opschieten nu, waarschijnlijk. Laatste drie stuks. En daarna is het ook einde episode, want het heeft vandaag lang geduurd. Gedu ge lang genoeg geduurd dat we ook zeggen: Show. Moeilijk praten. We hebben een klein vuurtje hier zo buiten gehad, maar nothing too bad. Ik weet ook niet of we dit item toch nodig hebben nu. En ik denk zelfs dat ik het precies zelf had kunnen doen hier zo bij dit item voor een infinite source. Maar oké. Okay. Ehm. Um, dit is de manier hoe we het nou hebben gedaan. Ik heb er in ieder geval zelf achter gekomen voor de rest een klein beetje hulp van de wiki. Dat het op die manier, op op die manier moest. Um, een beetje jammer dat ik beneden naar de lava toe ging. Want het eerste wat ik las van de developers is dat ze hadden gezegd: nee, dat maakt het te makkelijk. Um, dus ja, daarom kon dat dus niet. We hebben nu wel een millstone. Die millstone kunnen we. Uh. Wat? Een millstone. Heeft die ruimte nodig? Want hij zegt, blocked. The millstone is too many solid blocks around it. Uh. <laughs> nou, dan zetten we toch hier neer. Nou, oh, prima, nou is hij niet blocked. Show recipes. Nee, dat hebben we niet nodig. Want, we moeten hier alleen maar dit ding in doen. En dan? Oeh. Use hand crank. Wat is een hand crank nou weer? Uh. Oké. Okay. Oké, okay, dit is gewoon cobblestone. Oké, okay. we hebben toch nog één taak te doen: Wooden Gear. Wat is een buffalo. Uh, moeten we. Oké, okay, dit gaan we voor de volgende aflevering doen. Want ik had gehoopt dat het alleen maar met hout moet. Maar we hebben dus blijkbaar buffalo-tanden nodig. En ik weet niet waar ik buffalo's kan vinden. Dus jongens, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. De volgende aflevering gaan we dus even kijken of we dit allemaal werkend kunnen krijgen. En nu gaan we nog eventjes buffalo-team opzoeken. Die kunnen we niet eens selecteren. Dus hopelijk dat we de volgende keer wat buffalo's gaan vinden. Dan gaan we die misschien vermoorden of hij dood. Tot dan, laat even een blauw duimpje achter. En later.